allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag vandaag en het weekend is weer lekker begonnen. Ik heb weer 2 dagen lekker de tijd om lekker uit te rusten en lekker bij te komen. Vandaag nog lekker gewerkt. En nu lekker weekend vieren, jongens. Ik was eigenlijk van plan om dit weekend naar Toverland te gaan. Want aanstaande zaterdag is de laatste dag van de Halloween daar zo. Maar het gaat helaas niet door, want Joost kan niet. En aan de ene kant vind ik het eigenlijk ook niet zo erg dat Joost niet kan. Want dan kan ik even een weekendje even lekker rustig aandoen. Natuurlijk weekenden natuurlijk heel druk gehad. 2 weken geleden naar het Openluchtmuseum en daarna naar Feyenoord. En vorige week de hele klassieke weekend. Dus aan de ene kant vind ik het eigenlijk nog geen eens zo erg dat het niet kan. Omdat ik nou weer eventjes een keer even een weekendje weer rust kan pakken. Nou, ik heb eventjes nog een beetje filmpjes zitten kijken. En even met de katten gekroeld, geknuffeld. En ik ga nou even even op de bank leggen. Lekker met een zakje chips. Even lekker een beetje bijkomen, want ik ben een beetje moe. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Oh, er komt Dribbel toevallig. Hi Drippie, kom maar. Drippie. Hi, jouw vriend. Hallo. Drippie. Drippie de poes. Kom. Hé, hey, oude vriend. Oh, kijk, en dan komt de Boquito gelijk, want die is gelijk jaloers. Altijd. Hé, hey, oude vriend, hè. Jij bent mijn vriendje. Je bent toch mijn poesje, hè. Je bent toch mijn uiltje. Oh nee, dat is Marleen, hè. Nou. Lekker eventjes pootjes aan de stoel. Het is toch een oude stoel. Daar staat hij speciaal voor. Speciaal een stoel voor de katten, dat de katten lekker eraan kunnen krabbelen. Dus vandaar. Zo, ik ga het even lekker op de bank leggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is bijna bij tienen en ik heb niet veel meer gedaan. Ik heb lekker een beetje uitgerust. En ik had geen zin meer om live te streamen. Dus ik heb maar eens een keertje. En ik heb weer eens een keer. En ik heb streams van anderen zitten bekijken. Dat is ook weer eens een keertje wat anders. Nou, ik heb dus alleen maar een beetje achter de computer gezeten. Even Voetbal Inside zitten kijken. Want vandaag, ja, jullie kijken dit een week later. Maar vandaag is ook de dag dat Hans Kraaij senior is overleden. Ja, bekende Nederlandse voetballer. Oud-voetballer van Feyenoord, PSV. Nog technisch directeur geweest van Feyenoord. En was toch wel even schrikken. Zo ineens plotseling overleden. Ja, anderen zeiden weer van Johan Dekse bijvoorbeeld. Die zei weer van, ja, ik zag het al een klein beetje aankomen, maar ja, het is toch wel eventjes schrikken als je dan weer ziet dat dat er weer een bekend iemand overleden is. Dus dat is wat, jongens. Dat is wat. Ja, het leven gaat gewoon door, hè. En je bent maar een mens van de dag. De ene dag ben je kerngezond en de andere dag dan is het ineens afgelopen met je. Dat is het ook. Dus wat dat betreft moet je gewoon genieten van elke dag die er is. Nou, ik zit weer even lekkere oude series te kijken. Ook van Zerza. Dus dat vind ik ook wel ontzettend leuk om te doen. En ik hou echt een lekker rustig avondje vandaag. Ik heb echt geen zin om te streamen. En om mijn eigen druk te maken en zo. Ik heb er echt geen zin in. Ik wil morgen of overmorgen wil ik toch nog even kijken voor ergens een buitenvlog op te nemen.
Ligt er ook aan dat het weer een beetje goed is. Maar ik wil, eigenlijk wil ik het weekend eigenlijk lekker rustig houden. En ja, mij eigenlijk niet te druk maken. Gewoon eens even een weekendje even lekker rustig aandoen. Het zijn twee hele drukke weekenden geweest de afgelopen 2 weken. Dus ja, ik ben eigenlijk toe aan een beetje rust. En ik ga een beetje lekker uitrusten. Rustig aan doen. Op mijn gemakkie lekker veel slapen. Een beetje lekker uitrusten. Televisie kijken. Ik heb het over slapen en ik voel gelijk... ik moet gelijk grillen. Dus ik doe het lekker rustig aan. Ik ga nog heel even computeren. En dan spreek ik jullie dadelijk weer bij de... Ja, bij de afsluiter, hè, zoals gewoonlijk. Nou, ik spreek jullie allemaal zo. Terwijl Dribbel hier nog ineens een sprint trekt. Kijk, daar heb je Drippie. Daar heb je een mooi Drippie. Wat is er allemaal? Wat moet jij nou allemaal weer? Waar heb je allemaal last van? Je zit echt in een houding van... Nou, ik ga naar beneden springen, maar... Nee, toch niet. Hé, hey, Drippel. Wat doe je allemaal? Hey, lekker bezig. Oh god, dan komt die andere zeikert ook weer. Zeurtje, zeurkousie. Hey, Pepito. Hup, spring maar af. Nou, ik ga nog eventjes verder hier en dan spreek ik jullie dan dadelijk weer. Het zal niet lang zijn, want ik ben best wel moe. En ik ga het, denk ik, vanavond vroeg mijn bedje in. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk. Zo, het is inmiddels 10:55. Ik ga het, naar mijn bedje. Ik ben het zat voor vandaag. Ik heb, ben best wel moe. En ik ga lekker naar bed toe. Ja, een beetje korte vlog, maar ik ben het echt helemaal zat. En, morgen weer een dag. En ik ga het inderdaad... En ik ga het zeker weten even kijken of ik ook nog een leuke buitenvlog kan opnemen dit weekend. Nou, Dribbel die zit te knoppen. Wat moet je nou allemaal, Dribbel? Ik weet niet wat Dribbel nou elke keer wil, hoor. Wat is er nou allemaal? Hup, gaat hij weer, springt hij weer van de... Wil ik hem filmen en dan springt hij weer van de tafel af. Het is ook echt, het is ook wat, hè, met een beest. Nou, in ieder geval, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Your Tracks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.